Een paar dagen goed weer en mensen weten de weg naar het zwembad weer te vinden. Goed nieuws voor zwembad De Hazelaar in Hazenswoude-Dorp. Het is grandioos dat we dit weer hebben en dat we bezetting hebben van de bad en dat we open kunnen. Dat is het belangrijkste. Toch is er geen jubelstemming bij de stichting. 2020 is geen topjaar. Met een paar dagen goed weer redden ze het niet. Nee, maar ja, dan heb je echt veel meer dagen nodig natuurlijk. Maar ja, door alle maatregelen die er zijn, je aanmelden van tevoren, zijn er ook gewoon heel veel mensen die dat ook weer bezwaarlijk zien. Het weer werkt ook niet mee. Dus ja, het is gewoon erg jammer. Dit is gewoon een slecht seizoen, ja. Los van het niet al te beste weer kampt De Hazelaar ook met een vrijwilligerstekort. Die zijn van belang om het zwembad draaiende te houden en te zorgen voor toezicht bij het bad. Ja, door het coronajaar zijn we heel veel vrijwilligers kwijtgeraakt. En dat is gewoon heel erg moeilijk. En daardoor, ja, als je geen EHBO'ers of toezichthouders hebt, dan mag de bad niet open. Dat is van het jaar al 5 keer voorgekomen. Het is een vrijwilligersorganisatie en je hebt overal vrijwilligers voor nodig. Je hebt er bij zo'n dag als vandaag, je hebt er vandaag 14 nodig. De helft van je mensen zijn op vakantie. En het is ook de periode dat je het langst open bent.